Goedemiddag, avond of morgen. Welkom op deze Uterra-webinar van het bedrijf Genetische Stringtechnologie. En ik ga u verder even uitleggen wie ik ben. Ik ben Nettie Sommers. Ik ben gestart in 2016 om dit bedrijf te promoten. Ik vond het geweldig. En sinds juni 2020 ben ik de coördinator voor Nederland. Ik breng de Nederlands sprekende mensen op de hoogte van alle dingen die er gebeuren. En nu ga ik u over Uterra vertellen. Uterra is de biosferische landbouw. En er zijn hele grote stappen gemaakt. En de meststoffen kunnen naar de markt gedaan worden. Volgens de prognoses zal de hoeveelheid organische meststoffen op plantaardige, dierlijke en minerale basis toenemen. De wereld evolueert naar veiligere, gezondere producten, vol met alle micro-organismen die we nodig hebben. En als je dan ziet wat voor een ontwikkeling er gemaakt is. Er zijn verschillende korrels en ook vloeibare vloeistoffen. En dat is vooral ook om woestijnen te kunnen vergroenen. Want die hebben dus het heel moeilijk. En de hoeveelheid organische stof in de bodem overschrijdt daar de kritische grens van 3% en die neemt nog voortdurend af. In veel landen sterft de bodem daarom af. En veel invloedrijke mensen praten erover. Denkers, zakenmensen, ondernemers. En Sadhguru behandelt dit onderwerp bijvoorbeeld met het Savil Soil-project. Maar honger is ook een van de grootste massavernietigingswapens. En daar heb ik hierna een filmpje van. Dat kun je even bekijken. Waarom is humus nodig? Waarom is het nodig? Verdroging van de bodem. De dreiging van massale honger in de wereld en hoe een van de oplossingen de groei van de markt voor de productie van insecten voor menselijke voeding is. En een plan om een aantal auto's tegen 2050 met 75% te verminderen. Maar er is ook nog een ander ontwikkelingspad nodig. En dat is de productie van biohumus. En dat is om de bodemvruchtbaarheid wereldwijd te herstellen, maar ook de massale honger met biologische landbouwproducten op te lossen. En winst te maken met de productie en verkoop van humusproducten. En de levende bodem is het erfgoed dat wij van vorige generaties hebben ontvangen en aan toekomstige generaties moeten gaan doorgeven. Wij kunnen de economische ramp stoppen. Wij kunnen de toekomst richten op andere ontwikkelingsvectoren in plaats van degene die ons nu onvermijdelijk te wachten staat.
Als je dan kijkt, het Emiraat Ras Al-Khaimah, die zit in het puntje van de Verenigde Arabische Emiraten. En daar is het een heel gezonde leefomgeving, maar ook om alles te vervoeren. En daar wordt er gebouwd. Daar gaat men het ontwikkelen, daar gaat men de productie maken. En als je dan kijkt wat voor bedrijven daar zitten. Er zitten 770 toonaangevende productiebedrijven. Meer dan 100 landen en 50 verschillende industrieën. Maar de bovengrond zit daar vol met micro-organismen, mineralen en natuurlijke elementen, zonder welke het leven op aarde onmogelijk zou zijn. En humus is een belangrijk onderdeel voor de plantengroei en de productie van milieuvriendelijke producten zonder chemische onzuiverheden, nitraten en kankerverwekkende stoffen. Hierna ziet u ook een filmpje daarvan. Agricultuur zijn de gevolgen van de globale bodemchemisering monsterlijk. Door de overvloed aan minerale meststoffen zijn nitraten een essentieel bestanddeel van drinkwater geworden. En in de buurt van grote steden, wat nog veel erger is, is er geen enkel veld meer waar het kwikgehalte onder de maximaal toegestane concentratie zou liggen. De afgelopen jaren heeft de landbouw op de ouderwetse manier gewerkt, waarbij alle krachten uit de grond werden geperst en goedkope meststoffen werd gebruikt. En mislukkingen werden meestal toegeschreven aan slecht weer, aan het gebrek aan het personeel en de uitrusting. In de moderne landbouw ontbreekt het concept van zelfherstellende bodemvormende processen vrijwel geheel en alle inspanningen zijn gericht op technogene landbouw, waarbij vandaag de resultaten worden behaald zonder rekening te houden met de gevolgen, die uiteindelijk hebben geleid tot degradatie en uitputting van de bodem. Humuszuren hebben het vermogen om giftige stoffen te binden, zoals zouten van zware metalen, radionucliden, aromatische koolwaterstoffen en andere die voorkomen in het productieproces en andere menselijke economische activiteiten. Dit is hun voornaamste beschermende of ecologische kenmerk. De op deze manier gebonden gifstoffen worden bewaard en vervolgens langzaam door micro-organismen verwerkt en komen niet in de organismen van levende wezens en mensen terecht. Als je dan kijkt, het eindproduct, dat is een perfecte grondverbeteraar. Op basis van Utera vloeibare biohumus en op basis van losse biohumus. Als je dan kijkt, de losse biohumus is in twee verschillende gewichtszakken te krijgen, 3 en 5 kilo. En deze organische bodemgrond op basis van losse biohumus is verkregen door de verwerking van organisch afval en speciale soorten regenwormen en heeft een hoge concentratie aan biomicro-organismen. En de bodemelixer, die is op basis van vloeibare biohumus. Het is een biologisch actieve voedingsstof voor planten die waardevolle micro-organismen in hoge concentraties bevat. En de oplossing en het gebruik van de weststoffen is uniek in zijn samenstelling en ook in zijn eigenschappen. En het is verkregen door meer dan 1000 nuttige micro-organismen uit de bodem en verkregen uit 105 zuivere gebieden waar bodemmonsters zijn genomen op 5 continenten in de wereld. En de grondstoffen daarvoor zijn deze. En er is onderzoek gedaan en wetenschappelijk werk verricht om de unieke methode te vinden voor het kweken van planten, medicinale en waardevolle schimmels. En er is een eigen voedingsformule ontwikkeld. Het is in elke concentratie onschadelijk, wat is bewezen tijdens onderzoeken en testen op verschillende soorten gewassen. Daar kunt u hierna weer een filmpje van zien. Om bruinkool in meststof om te zetten, is er een unieke technologie ontwikkeld om het nieuw leven in te blazen met behulp van bodembacteriën. In de eerste fase wordt de steenkool vermalen in een breker en vervolgens onderworpen aan een elektrohydraulische behandeling in een pulsinstallatie. Hierdoor wordt de beschikbaarheid van steenkool als voedingsbodem voor bacteriën vergroot.
Tegelijkertijd kweken specialisten culturen van bodembacteriën onder speciale steriele omstandigheden. De gemalen houtskool wordt vervolgens met bacteriën gemengd. Het product is nu klaar om op de grond te worden aangebracht. Qua groeikwaliteit overtreft het zelfs al duizenden jaren de bekende organische meststoffen, zoals mest, vogelpoep, saprobon en turf. Het experiment wordt uitgevoerd op hoge bedden, op schoon zand in de volle grond, maar ook op percelen waarop de afgelopen jaren geen landbouwactiviteiten hebben plaatsgevonden. En daarvoor was er al tientallen jaren een tanktestterrein. Als resultaat van het experiment bleek dat zelfs een kleine toepassing op de bodem tot 1% biohumus en Farmers Secret bodemgrond in staat stelt een hoge duurzame opbrengst te verkrijgen. De bodemelixer is een biologische plantenvoeding. Het is verrijkt en het verrijkt de bodem met nuttige micro-organismen en het normaliseert de zuurgraad. Het verhoogt ook het gehalte aan vitamine, aminozuren en mineralen en het beschermt de planten en de bodem tegen ziekte en plagen. Dat is heel belangrijk. Het versnelt ook de groei en de ontwikkeling van planten en de producten worden ontwikkeld zonder gebruik van pesticiden. Heel belangrijk. En om de werking bij het herstel van verarmde grond te vergroten, wordt er aanbevolen om biohumus en de vloeibare Bioterra Utera samen te gebruiken. Als je dan kijkt naar de bodemelixer, hoe die getest is, dat is allemaal gedocumenteerd. En dat kunt u hier vinden onder deze codes. Er zijn er nog een paar codes meer waar u het op terug kunt zoeken. En dan hebben we hier ook nog de certificeringen daarvan. En kun je allemaal terugkijken. En dan heb je hier nog een filmpje daarover. Met behulp van de technologie van Reliquie Zonnebio-Energie is het mogelijk om meer dan een ton biohumus te produceren uit een ton bruinkool. Met een ton humus kunt u meer dan een ton biologisch voedsel verbouwen. Daarom zal de jaarlijkse productie van 10 miljard ton bruinkool en olieschalie, wat ongeveer gelijk is aan een productie aan het einde van het eerste kwart van de 21ste eeuw, niet alleen energie leveren aan 10 miljard mensen met een snelheid van 2 kilowatt per persoon, maar biedt ook de mogelijkheid om ze gezond, nuttig en geneeskundig voedsel te geven. Bovendien zal dit de verwoestijning van de planeet stoppen en jaarlijks de productiviteit van arme en woestijnbodems verhogen tot het niveau van zwarte aarde op een oppervlakte van ongeveer 30 miljoen hectare, wat groter is dan de oppervlakte van de meeste Europese landen. Ten eerste is biohumus minstens 10 keer effectiever dan welke organische meststof dan ook. Het bevat een complex van voedingsstoffen, macro, micro en ultramicro-elementen, enzymen en groeihormonen, maten en bodemantibiotica. Dit alles is noodzakelijk voor de juiste groei en ontwikkeling van planten. Ten tweede is het onmogelijk om de grond met biohumus te oververzadigen. Gedurende de ontwikkelingscyclus neemt de plant zoveel voedingsstoffen op als nodig is. In elke kilogram organische biohumus leven tot 10 biljoen nuttige bacteriën. En er zijn er bijvoorbeeld maar 200, 300 miljard in mest. Ten derde, overtreft biohumus qua groeikwaliteit de traditionele organische meststoffen, die al duizenden jaren bekend zijn, zoals mest, vogelpoep, saprobon en turf. In tegenstelling tot mest is biohumus veilig, het bevat geen ziekteverwekkers en vliegenlarven. In biohumus zitten geen nitraten, zware metalen, pathogene microflora en onkruidzaden. Utera Middle East Grow Industries, dat is het bedrijf wat is opgericht om deze bodemelixer en de biohumus te produceren. En hier ziet u een foto van de mensen die de belangrijkste personen zijn die daar mee te maken hebben. En momenteel wordt er gebouwd aan een biosfeerkassencomplex. Dat is een duurzaam biosfeercluster en het bestaat uit een hoofdgebouw, de fabriek, kassencluster, laboratorium en bijbehorende infrastructuur. En daar heb ik zo meteen ook nog foto's van. Die laat ik op het eind even zien. Maar hier ziet u
Deze mensen staan op het stuk grond wat ze daar gaan ontwikkelen. Dus u ziet, er is nu nog niks. Wat zijn de voordelen? Het versnelt de kieming van zaden en verhoogt ook de kieming ervan. Het herstelt en ondersteunt de bodemvruchtbaarheid van alle bodemsoorten. Het draagt bij aan de productie van lekkere, gezonde en milieuvriendelijke producten. Het versterkt de natuurlijke fruitsmaak en het wordt als eerste geteeld voor landbouw, fruit, groente en bessengewassen voor de inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten. Dus die gaan het als eerste in hun land gebruiken. Daar zijn alle goedkeuringen aan. En als u rechtsboven het plaatje ziet, dan ziet u het verschil. Rechts ziet u een product verbouwd via de biohumus en links ziet u de normale verbouwing. Nou, als u de kleur al ziet wat het verschil is, de smaak en de structuur is ook heel anders. Dat gaan we in de toekomst zelf ook ontdekken. De duurzaamheid. Het gebruik van natuurlijke ingrediënten in elke technologische en landbouwfase. Het is ook afvalvrij gebruik van alle soorten grondstoffen en componenten, ook in elke fase. En het versterkt de immuniteit van planten en herstelt de vruchtbaarheid van aangetaste gronden binnen één seizoen. Onvoorstelbaar, binnen één seizoen. Het toepassen van de praktische aanpak door de rijke ervaring en wetenschappelijke kennis is opgedaan tijdens 6 jaar onderzoek. Als je dan kijkt, Terra-bijvoedingen zijn getest op gewassen die geteeld zijn op onze landbouwgronden en in achtertuinen. Utera-bijvoedingen zijn voorzien van een internationaal veiligheidsinformatieblad, de MSDS. En het zal door patenten worden beschermd. Heel belangrijk. En de resultaten van het gebruik van Utera-bijvoedingen in 2022 was een opbrengstverhoging, een smaakverbetering en het verhogen van de stressbestendigheid van planten was er. Nou, heel belangrijk. En het doel? Voor de productie van het bodemelixer Utera op basis van vloeibare biohumus is om de gezondheid en vruchtbaarheid van elke bodem te verbeteren. En voor de productie van een losse biohumus Utera om de vruchtbaarheid van de gedegradeerde, onvruchtbare en woestijngronden te herstellen. En het is voor de organische veehouderij, voor de kwartelkweek ook goed, en de teelt van waardevolle geneeskrachtige paddenstoelen en planten. Dus je kunt het dus voor verschillende toepassingen gebruiken. Ter vergelijking van het aantal micro-organismen per kilo. De zwarte aarde heeft dat 1 triljoen, maar de humus Utera, als die daarmee bewerkt is de grond, dan zit er tot 10 triljoen micro-organismen per 1 kilo in de grond. En een groot verschil. Het is een 100% organische meststof. Het garandeert een ecologisch veilige oogst en een milieuvriendelijk gewas. En het herstelt de vruchtbaarheid van aangetaste gronden. Er zullen geen schadelijke chemicaliën en genetisch gemodificeerde organismen zijn. Dat noemen ze de GGO's. Als u dat ergens leest, dan weet u het. Chemicaliën en genetisch gemodificeerde organismen. Er is veel vraag naar de biohumus-extract. Het kan gebruikt worden op de boerderij. Thuisboerderij, bij huishoudens. En het is voor de kweek van gezonde en smakelijke groenten, fruit en bessengewassen voor persoonlijk gebruik. Maar het kan ook in de particuliere landbouw voor de kweek en verkoop van natuurlijke producten, zonder chemische toevoegingen en onzuiverheden. En in de bloementeelt. Want in de sierteelt thuis en in serres en kassencomplexen kun je prachtige, felgekleurde, bloeiende planten gaan kweken. Een groot verschil. Het versnelt de groei. Het verbetert de geur en de smaak en het verlengt de bloeitijd. Heel belangrijk, al deze dingen. Het is dus in verschillende mogelijkheden, verschillende momenten bruikbaar. En hierna heeft u weer een filmpje over. Tegenwoordig hebben wij verschillende soorten groendaken met behulp van biohumus geïmplementeerd en succesvol geëxploiteerd. Denk hierbij aan schuine daken voor laagblijvende gazonplanten, platte daken met verschillende bodemdiktes waarbij de mogelijkheid bestaat om van laagblijvende planten door te groeien tot bomen met een wortelstelsel tot 1 meter diep, en daken met kassen.
Door ecohuizen met groene daken, binnentuinen en kassen te huren, brengen wij de natuur naar de directe plek waar mensen wonen. Bovendien sluiten wij de prestaties van wetenschap en technologie die nodig zijn voor comfort niet uit. Integendeel, dankzij deze groene oplossingen wordt de lokale luchtkwaliteit verbeterd, worden de bedrijfsomstandigheden van gebouwen verbeterd, worden ze gekoeld in het warme seizoen en het warmteverlies neemt af in de kou. Bovendien krijgt de persoon zelf de kans om voedsel voor zijn/haar hele gezin te verbouwen, zowel op het dak als in het huis. Naar mijn mening is dit al een grote stap richting milieuvriendelijke en gezonde steden. Wetenschappers beweren dat het voor de mondiale landbouwsector in de komende 200 jaar niet praktisch is om op rijke oogsten te rekenen. Het probleem van bodemverarming begint een randprobleem te worden. In de landbouwwereld hebben revolutionaire veranderingen al lang moeten plaatsvinden. Maar gelukkig is er al een oplossing gevonden. Samenvattend voor de Utera Elixir, het verhoogt de vruchtbaarheid met 35 tot 50%. Het verbetert ook de bladpigmentatie. Het is een 100% organische meststof. En het is 10 tot 15 keer effectiever dan welke bekende organische meststof ook. En het vermindert de aanwezigheid van nitraten, radionucliden en ultra-micro-elementen en verhoogt de weerstand van planten tijdens alle temperaturen en ook voor plagen, tegen plagen en ongedierte. Je eten zal beter smaken, je planten zullen smaakvoller zijn en je grond zal jarenlang vruchtbaar blijven. Je voeding wordt merkbaar lekkerder en uw planten aromatischer. Als je dan kijkt, hoe gaat de uitvoering van het project in zijn werk? Stap 1 is de bouw van een fabriek. Daarna de verhuur en bouw van grond voor de productiefaciliteit. En een stuk grond van 3,2 hectare hebben ze daarvoor gepacht op het grondgebied van Ras Al Khaimah. Als je dan kijkt naar de uitvoering van het project, dan stap 2, de start van de productie. Het opzetten van het volledige productieproces met uitzicht op schaalvergroting. En de mogelijkheid om over de hele wereld soortgelijke fabrieken uit te breiden en te bouwen op basis van een kant-en-klaar bedrijfsmodel. Er zijn drie bouwfases. De eerste heeft het uitvoeren van de voorbereidende werkzaamheden, het plaatsen van hekwerken, het bouwen van bijgebouwen en laboratoria. De tweede fase is de organisatie van toegangswegen, de bouw van slaapzalen voor medewerkers en de ontwerp en bouw van het hoofdgebouw. En de derde stage is het ontwerp en bouw van de overdekte kas, toewijzing van een openluchtruimte voor het demonstreren van, van de productieprestaties. Er wordt in de Verenigde Arabische Emiraten daarvoor een nieuwe fabriek gebouwd en daar zal het bedrijf een zeer efficiënte microbiologische organische meststoffen voor landbouw gaan produceren. En er zijn dan mogelijkheden om dit bedrijf financieel te gaan ondersteunen. Dat kunnen wij allemaal doen. Iedereen die hier luistert mag zo'n bedrijf gaan ondersteunen om te bouwen. En er is nu voor alle ondersteuners de mogelijkheid om geld te geven voor het bouwen van een fabriek om de geïntegreerde ontwikkeling van het biologische landbouw in alle landen verder te helpen. En de financiële ondersteuners kunnen voor het bouwen van de Utera-fabriek jaarlijks tot 50% ontvangen over de winst van het bedrijf. En het bouwproces zal zeer snel van start gaan. De levende bodem is het erfgoed wat wij van vorige generaties hebben ontvangen. Dat heb ik straks ook al gezegd. En dan gaan we aan toekomstige generaties doorgeven. En wij kunnen deze economische ramp stoppen. En wij kunnen de toekomst richten op een andere ontwikkelingsvector. En in plaats van hetgene wat ons nu onvermijdelijk te wachten staat. En alle producten die de boeren aan het begin van de 20e eeuw produceerden, bevatten 90% meer micro-elementen dan vandaag. Het Centrum voor Ziektebestrijding heeft ontdekt dat 100% van de Noord-Amerikaanse bevolking een tekort heeft aan kalium. 90% ervan heeft een tekort aan vitamine E, 70% een tekort aan vitamine K, 52% een tekort aan magnesium, 53% een tekort aan vitamine A,
en 40% een tekort aan vitamine C. Wat is belangrijk over dit UTERRA-project? Er is 20 miljoen nodig wat we als geld moeten gaan inzamelen. Daar zijn 3 rondes van financiering voor nodig voor het bedrijf. En in 2025 verwachten ze de voltooiing van de bouw. En na 3 tot 5 jaar is de terugverdientijd van je investering terugverdiend voor je. En het potentieel jaarlijks rendement voor beleggers is tussen de 17,5% en 46%. En kijk even naar het sterretje, dat is natuurlijk wel, daar zit verschil in. En het begin van de uitbetaling van de winst aan investeerders begint eind 2024 of in 2025. Het ligt een beetje aan de snelheid van het project en hoe alles gedaan kan worden. Wie wil, kan het project financieel ondersteunen. Daarvoor heb je wel wat verwachtingen nodig om te weten of het aantrekkelijk voor je is om dat natuurlijk te doen. En er was een omzet van kostenberekening gemaakt vanuit de kostprijs die nodig was om de fabriek te bouwen. De 20 miljoen, weet je dat? Daarvan werd uitgegaan. En als er een 100% opbrengst werd beschouwd. Maar in de berekeningen later werd ook uitgegaan van de reële productie- en verkoopkosten van 1 liter UTERRA Soil Elixir. En de productiecapaciteit maakt het nu mogelijk om tot 10.000 liter UTERRA vloeibaar elixir per jaar te produceren. Wat een ander bedrag geeft om wat er verdiend kan worden en verdeeld kan worden. Als je dan kijkt, door deze veranderingen is het mogelijk om 56% toe te voegen aan de uiteindelijke omzet. En vanuit deze berekening kan iemand die geld wil uitlenen voor de bouw van de fabriek zien wat de verwachting is hoe het geld gaat renderen. Dit zal het jaarlijks rendement van investeerders op een positieve manier gaan beïnvloeden. En de verkoopkosten van 1 liter UTERRA Soil Elixir is nu bekend. Wat gaat 1 liter kosten? $3,13 per liter. En dan zie je hier een staartje waar ik verder niet uit, in uit kan wijden. Dat zijn de procenten die ze verwachten. Maar dat is iets waar ik niet voor gestudeerd heb. Dus dat kunnen jullie zelf bestuderen. En dan zie je hier ook nog een pagina wat jullie zelf kunnen gaan bestuderen als jullie de opname terug gaan kijken. Maar de duur waarvoor investeringen worden verstrekt, dat zijn de geldbedragen, zijn voor 5 jaar worden die gegeven. En je kunt een eenmalige betaling geven, maar je kunt ook 10 maanden lang een geldbedrag geven. En na 5 jaar kan je het project verlaten en kan je het geldbedrag met rente terugvragen. Om dit te doen moet iemand 2 maanden van tevoren een kennisgeving sturen naar het bedrijf. Dat de deelname aan het project stopt en anders gaat het automatisch verder. De geldgever heeft levenslang recht op winstdeling, evenals rente, voor het gebruik van het gegeven geldbedrag ter ondersteuning van het project. Totdat hij natuurlijk besluit om het project te verlaten. Er is ook een vast bedrag en tarief aan rente wat men gaat geven. En dat kan wordt jaarlijks opgebouwd. Exclusief natuurlijk de eerder opgebouwde rente. En waarom geven wij geld voor Janinski String Technologie? Nou, dat is natuurlijk de mogelijkheid om winst te krijgen. En de mogelijkheid om dividenden te ontvangen van de implementatie van deze technologie. Totdat je natuurlijk weer besluit om het project te verlaten. En een aandeel krijg je van het bedrijf. Wanneer de geldgever deze wereld onverwachts verlaat en nog steeds bij het project is, gaan al zijn rechten over naar zijn erfgenamen. En de opbouw van rente in geval van het overlijden stopt niet. Bij iedereen die een geldbedrag geeft, wordt er een overeenkomst gesloten. En daarin staan gedetailleerde voorwaarden. Geavanceerde technologieën zijn een integraal onderdeel van het leven van ons allemaal geworden. Veiligheid, comfort, beschikbaarheid van omliggende voorzieningen, alles werd mogelijk dankzij de implementatie van innovatieve oplossingen. Om de gevraagde technologieën het licht te laten zien, werd een groot internationaal sociaal ecosysteem op durfkapitaal Sky World Community opgericht, gespecialiseerd in de financiering van groene technologieën. Jaar in jaar uitpraten wij steeds vaker over gezondheid en ecologie. Goede voeding is een integraal onderdeel hiervan. Om milieuvriendelijke producten in voldoende volume te telen, is het noodzakelijk om de vruchtbaarheid van de bodem te verhogen.
In de loop van biochemisch onderzoek heeft een groep wetenschappers onder leiding van wetenschapper en uitvinder Anatoly Yunitskiy het bodemelixir Utera ontwikkeld, de biologisch actieve plantenvoeding die oplosbare zouten van humuszuren, sulfinezuren, amine en het hele spectrum van agronomisch waardevolle micro-organismen bevat. De basis van het bodemelixir Utera is biohumus, een natuurlijk organisch additief dat wordt verkregen door de verwerking van zorgvuldig geselecteerd organisch afval door speciale soorten regenwormen. Als grondstoffen worden alleen natuurlijke ingrediënten gebruikt: bruinkool, turf, losse biohumus, melasse, honing en nog meer. Biohumus bevat een volledig scala aan mineralen, enzymen, vitamines en macro- en micro-elementen die nodig zijn voor de groei en ontwikkeling van planten. Die is 10, 15 keer effectiever dan welke bekende organische meststof dan ook en is in elke concentratie volkomen onschadelijk. Waarom bestaat er zoveel vraag naar biohumus in de moderne wereld? Omdat het een milieuvriendelijke oogst garandeert, de immuniteit van planten versterkt, de vruchtbaarheid van gedegradeerde gronden herstelt en een 100% organische meststof is. Bodemelixir Utera op basis van natuurlijk biohumus. Verhoogt de opbrengst en kwaliteit van landbouwproducten. Versnelt de groei en ontwikkeling van planten. Reguleert en normaliseert de pH van de bodem. Stimuleert de ontwikkeling van duizenden soorten nuttige micro-organismen in de bodem. Beschermt planten tegen ziekte en ongedierte. Bodemelixir Utera is vervaardigd met behulp van zorgvuldig geselecteerde aerobe en anaerobe elementen die gunstig zijn voor de bodem bij de ontwikkeling waarvan de originele voedingsformule wordt toegepast. Vruchtbare, onaasjeklaste gronden werden gebruikt om een grondbank aan te leggen. Voor het begin van de coronapandemie werd het vanuit 105 ecologisch schone regio's op 5 continenten naar Wit-Rusland geleverd. Vervaardigde productie is op de proeflocatie getest en die wordt in overeenstemming met de technische specificaties vervaardigd. Het vertoont een hoge efficiëntie en kan worden gebruikt voor milieuveilige teelt van gewassen en herstel van de bodemvruchtbaarheid. Bij het ontwikkelen van het elixir Utera en het vervaardigen van biohumus werden de nationale en internationale normen gevolgd en wordt samengewerkt met de instituten van de Nationale Academie van Wetenschappen van Wit-Rusland, Russische en buitenlandse onderzoekslaboratoria. Onze productie is al ruim gevraagd. De boerderij verbouwt gezonde en smakelijke groenten, fruit en bessen voor persoonlijke behoeften. In de particuliere landbouw verkoopt natuurlijke producten zonder chemische toevoegingen en onzuiverheden. In de bloementeelt selecteert bloeiende planten thuis in kassen en bloemenkassen. Het gebruik van het elixir Utera en van de natuurlijke biohumus zal de vruchtbaarheid helpen te verhogen en gezond, milieuvriendelijk voedsel te verbouwen. Producten worden merkbaar lekkerder, planten worden geuriger en de vruchtbaarheid van de bodem blijft jarenlang behouden. Om het product in voldoende omvang te kunnen produceren, is het bedoeld een duurzaam biosfeercluster op te richten. Volgens de geplande ontwikkeling van de economie is het project financieel haalbaar, betaalbaar, voldoet het aan de marktbehoeften, is winstgevend en wordt voor de uitvoering aanbevolen. Als gevolg hiervan zal een modern biosfeerkassencomplex met volledige cyclus worden gebouwd van de productie van organische biomeststof tot de teelt van natuurlijke landbouwproducten, die vandaag geen analogen in de wereld meer hebben. Het plan om een productiebedrijf Terra op te richten bestaat uit drie fasen. Fase 1.1. Het opzetten van de capaciteiten voor de productie van organische voedingsstoffen voor planten en het opzetten van een biosfeerkassencomplex. Fase 2.2. Het opzetten van de teelt van landbouwgewassen in het open veld en beheer van de biologische veehouderij. Fase 3.3. Ontwikkeling van de productie voor de verwerking van groenten, tuinbouwgewassen met de uitslag en verkoop van producten voor de behoeften van inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten. Onze concurrenten zijn tot in detail bestudeerd. Er is een kwalitatieve analyse van de eindgebruiker uitgevoerd. Er is een strategie ontwikkeld om het product op de wereldmarkt te brengen. De bouw van de fabriek zal worden uitgevoerd in een van de meest beschermde juridische zones in de Verenigde Arabische Emiraten, wat de kansen op een succesvolle projectimplementatie vergroot. De stabiliteit van het project is ook te danken aan de steun van de staat, die in de geïntegreerde ontwikkeling van de regio geïnteresseerd is. Sky World Community lanceert projectfinanciering tegen gunstige voorwaarden voor investeerders.
U kunt investeerder van het productiecomplex worden en uw deel van de winst gedurende de levensduur van de fabriek ontvangen. Meer details vindt u op de website. De productiefase van de bodemelixer van Utera is als eerste de aanvoer van turf, kolen, dan de extractie van humuszuren, daarna de optimalisatie van de samenstelling, de correctie van de zuurgraad, de introductie van een bacterieel inoculum en de verwerking tot bodemelixer. Als je dan kijkt, de maximale investering op lange termijn. De productie kent geen beperkingen op de levensduur. De fabriek voorziet een upgrade van de uitrusting. En de grond wordt voor 50 jaar verhuurd met de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen. Bij de productie van het bodemelixer Utera en losse biohumus zijn de resulterende bijproducten ook stoffen die bijdragen aan de vruchtbaarheid van woestijngronden. En dat wil zeggen dat het project niet alleen geen gevaarlijk afval bevat, maar dat het afval zelf extra mogelijkheden biedt voor de vergroening van de woestijn. Als je dan kijkt, de kosten die nodig zijn voor de verwerving van het intellectuele eigendom en de know-how. Dat zijn voor de licentie van de technologie en de biotechnologie 2 keer 4.000 is 4 miljoen, dus 2 keer 4 miljoen is 8 miljoen. En voor de investering in Activa zijn ook bedragen nodig en dat is ook samen 12 miljoen. En dan hebben ze nog toekomstige uitgaven van een bedrag van bijna 2 miljoen. En dan kom je aan de vaste activa van 20 miljoen die nodig zijn om dit project te starten. En in elk afzonderlijk land zijn er seizoeninvloeden die verband houden met de fase van groei en ontwikkeling van planten. En de cyclus van het klimaat is anders in een land met koud klimaat ten opzichte van het klimaat in landen met een tropisch klimaat. Als wij het hebben over de landen in het Midden-Oosten, is er geen sprake van seizoeninvloeden, waardoor ons product het hele jaar door in trek is. En wat is het productievolume dat de fabriek jaarlijks kan produceren? De productiecapaciteiten zijn goed voor de productie van 10.000 ton bodemelixer, 260.000 ton losse biohumus, 500 ton plantaardige producten en 100 ton fruit- en bessenproducten. Dan heb ik hier een aantal foto's met een foto-implementatie van wat daar gebouwd gaat worden. Het zijn er een heel aantal, dus ik ga er even een beetje vlot doorheen. Hier zie je eerst nog de platte grond, zoals wij ook bij de techniek gezien hebben in de verschillende testparken. En dit park gaat men dit op deze manier bouwen. Dus ga je in de toekomst op bezoek, dan kun je hier vast kijken hoe de platte grond ongeveer is, wat je allemaal kunt vinden. En zo ziet het van deze kant uit. En dit zijn de gebouwen die ze gaan bouwen. Dus heel mooi allemaal in beeld gebracht. En het is heel leuk om dit nu zo te zien, want over een jaar kun je daar gaan kijken. En dan zal het meeste er al staan. En is het groen en gaan ze de productie zijn ze dan bezig. En dan kun je die Utera gaan kopen en gebruiken in de Emiraten. En misschien kunnen wij dan ook wel daar iets kopen. En een flesje mee naar huis nemen om voor onszelf te gaan testen. Zou mooi zijn. Hier nog een technische tekening. En wat vragen. In welke landen tonen belangstelling voor de clusterontwikkeling? Nou, dat zijn best wel landen. Want er is belangstelling in de Emiraten natuurlijk, de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook in Vietnam, Tsjechië, Slowakije, Litouwen, Letland, Rusland en Indonesië, om ook maar een paar regio's te noemen waar het nodig is om de productiecapaciteit te verhogen en de bodem te verbeteren. En op wiens naam wordt de fabriek geregistreerd? Nou, dat ziet u hier. Er wordt een gezamenlijk bedrijf opgericht. Enerzijds Anatolij Jeninski met 51% van de gedeelte. En anderzijds wordt World Invest Group met de 59%. Deze twee oprichters richten een gezamenlijk bedrijf op in de Verenigde Arabische Emiraten. En bezitten dus samen de productie en het bedrijf. Is het mogelijk om in de toekomst soortgelijke fabrieken in andere regio's te bouwen?
En zijn er plannen om op te schalen? Ja. Er wordt een fabriek in de Verenigde Arabische Emiraten gelanceerd. En verder kunnen, afhankelijk van de omvang en de vraag, andere regio's worden overwogen. En zullen de investeerders tussentijds jaarrekeningen ontvangen? En zo ja, in welke vorm? Ja, alles wat geleverd kan worden, zal zeker geleverd worden. Documenten, akten, schattingen, video's van de bouwplaats, etc. Alles. Iedereen die het bedrijf ondersteund heeft met een geldbedrag, hoe klein ook, die worden als mede-eigenaar gezien, mede-investeerder gezien. En die krijgen dus alle informatie die nodig is om te zien dat ze in een goed bedrijf bezig zijn en te ondersteunen. Wil je meer weten? Dan ben ik bereikbaar, maar ook Earl, mijn collega, is bereikbaar om jullie verder van informatie te voorzien. Dus ze kunnen jullie ons altijd bellen om meer uitleg te krijgen. Ja, en dan wil ik jullie nu bedanken voor het luisteren van mijn uitleg. En dan hoop ik je volgende week weer terug te zien, want elke week gaan we deze presentatie nu geven. Dus ik zou zeggen tot volgende week en bedankt voor het luisteren.